Yo, what is up motorrijders en andere mensen? It's your boy, Faya Miro. En we zijn vandaag onderweg naar de eerste ride-out van dit jaar die ik ga doen. De Max B Ride-out 2020. And let's go! Yes, 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 yes. En alhoewel het nog super vroeg is, ben ik al bij de grote verzamellocatie. Er waren door Nederland heen verschillende meetups georganiseerd. Amsterdam, Rotterdam, Almere. En die komen allemaal hier naartoe in Hoofddorp. En hier vandaan gaat de ride-out dan echt beginnen. Ik zie al wel wat bikers, maar het is nog veel te vroeg. Dus de drukte zal zo meteen pas ontstaan. En ja, ik heb er zin in. Let's go. We gaan meteen even tanken hier. Kijk, er staat de politie. Of staan die niet voor ons? Nee, die staan er nog niet voor ons. Oh, dat kost je BMW. We gaan even tanken en dan gaan we verder. Reizigers uit het buitenland. Jullie zien het, ik heb vandaag een passagier mee. Anouk. En we hebben weer een volle tank. Even de dagteller resetten. Zodat ik kan bijhouden hoeveel kilometers ik gemaakt heb met die volle tank. En dan gaan we naar achteren. Kijk, langzamerhand zie je al wat bikers aankomen. Lekker hoor. Zometeen hierachter gaan we verzamelen met z'n allen. Anouk gaat mee. De Fireblade gaat mee. Let's go man. Ik denk dat we heel veel dikke bikes gaan zien vandaag. Ik ben benieuwd hoe druk het al is. Ik zag net al een paar bikers aankomen. En hier zie ik dan wat meer mensen. Drie bikers. Politie staat klaar. Daar al een politieauto staan. De politie is uiteraard wel op de hoogte dat dit vandaag gaat gebeuren. En het is natuurlijk gewoon wel gepromoot op internet. En aanvankelijk dachten ze dat we naar een van de demonstraties zouden gaan rijden. Maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Nou, je ziet, het is nog heel rustig. Het zijn de eerste mensen. Oké, boys. Ik denk dat ik mijn bike hier zet. Want dan kan ik zo meteen lekker vooraan in de stoet wegrijden. Het is een nevel. Ik laat mijn bike lekker hier staan en ik ga kijken aan de andere kant. Let's go! Neem je handschoenen mee? Rides is gearriveerd. Waar staan we? En die staat hier naast een hele mooie custom GSX-R. Wauw, kijk dat spuitwerk jongens. Niet normaal. En kijk wat hij gedaan heeft met zijn speedometer. Yo, makka. Lekker man. Die speedometer zit gewoon verwerkt in zijn tank. Echt lijp. Dit heb ik nog nooit gezien. Super vet. Hij is ook echt heel mooi kort gemaakt. Ik kan er heel veel over zeggen, maar je ziet het zelf allemaal. De koplamp is goed gefixt. Pak het dan. Lekker?
Hey man. Ja, ik vind het heel leuk. Is die van jou? Ja. Nice, mooi ding man. Ja. Veel plezier man zo. Ja, dankjewel. Jij ook. Thanks. Yes, jullie zien het. Het staat al aardig vol. Met allemaal bikes. Allemaal gezellige mensen. Rijden jullie ook? Heerlijk. Ja, met de auto. Met de auto, oké. Okay. Wat vindt u ervan, al die motoren bij elkaar? Super. Ja? Veel vaker gebeuren, jongen. Het moet vaker gebeuren, hè? Zeker. Ja. Oké, nou, we gaan gezellig een stukje rijden. Geniet ervan. Dankjewel. Er komen nog een paar bikers aan. Het zou nog wel een kwartier of iets langer zo doorgaan. Laten we even een rondje lopen, kijken wie er allemaal zijn. Het is de weerskant dat het echt gezellig is, vol staat. Hoi. Yo. Suzuki GSX-R1000. Lekker man. Lekker hoor. Deze hebben we net besproken. Paga? Lekker? Lekker? Ja, lekker man. Ik zag je op motorbeurs toch? Ja man. Ja man. Is goed. Ik zie je zo bro. Kom op broer, is lekker? Lekker man, ja. Lekker man. We zijn er, Maxi Bizzel. Paga. Goed? Lekker, lekker. Met jou? Maar nee. Paga. Lekker. Ik zie alleen maar snelle dingen hier, man. Alleen maar, dit is de snelle hoek. Right. Pak het dan. Rustig. Zo. Pak het, boys. Rustig. Ja, ja, ja. En als je dacht dat je alles had gezien, dat is zeker niet zo. Hier aan deze kant gaan we gewoon nog even lekker verder. Fok. Arbeidjes. Sommige mensen helemaal in racepak, helemaal ready. Yo man, alles goed? Lekker man, is het niet een beetje warm voor zo'n volledig pak? Lekker? Lekker zweten. Nee? Oké, okay, relax. Alright, have fun man. Hier staat nog wat moois spul. Kijk, deze Yemi staan. Look at the yams, bro. Look at the yams. Booze. Lekker man, lekker man. Ik heb mijn bike al helemaal voorop klaargezet. Waar we zo meteen eruit rijden. Dus ik loop er zo meteen heen voordat voordat we gaan starten en dan sta ik meteen al voorop. Hi, man! 318 Bike Life in the building. Ja, Vincent in the building. We hebben Manifesto. Ja. 13 rides. Maxi Bissel daar ook. Just be Justin. Nook, nook. Wil je iets zeggen tegen al die mensen die hier zijn? Dank voor jullie komst. Pak het gezellig vandaag. Veel meer dan afgelopen jaar. Hey, maar pakken dan, je hebt regen besteld. Serieus, je hebt gewoon serieus regen besteld, bro. Even afzoeken toch? Wat is het dan? Kijk, iedereen doet zijn jas aan. I know. We gaan rijden. Mooie helm, man! Mooie helm! Onze vrienden van de politie staan er ook.
Nou, ik vind dat ze erg sportief zijn. Ik heb tot nu toe 3 politieauto's gezien. Er is overleg geweest met de politie dat we dit gingen doen. Ze waren alleen even bang dat we deel zouden nemen aan een van de demonstraties. Maar goed, dat is gelukkig niet het geval. Dus zeiden ze van, doe lekker je dingen, ga ervan genieten. Ik heb iets nieuws. Ik heb een GoPro Hero 3 Plus op de achterkant. En we gaan dus ook die beelden opnemen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Fayamiro Motovlogs. Beelden van achteren. Passagiersstep is uit. Kijk je een beetje uit met de camera? Kom maar. Yes. Chest. We gaan vandaag iets nieuws proberen, jongens. We gaan vooraan in de groep rijden en ik ga dus samen met Justin vertrekken. En we gaan kijken of het ons lukt de rider bij te houden op het tempo van een CBR 125cc. Gaan we dan? Max B. Rijdout 2020. Je weet wie het is. It's your boy, Fayamiro. En als het goed is, kunnen jullie nu ook de beelden van achter me zien. Ik zie dat er dus heel wat bikers achter ons zitten. Ik rij nu samen met Justin bij de kopgroep. We rijden nu 95 km per uur. We zitten op een snelweg. Hij zit op zijn CBR 125. En het doel vandaag is deze rijdout uit te rijden op het tempo van een 125cc'er. We geven dus antwoord op de vraag. Kan je meedoen aan de Max B rijdout met een A1 rijbewijs? Lekker hoor. We gaan lossen. Snelle wakkie, snelle mutro. Ik zie wat mooie wheelie action achter me gebeuren. Het was deze jam. Pop er nog een dan. Pop er nog een, neef. Yes, en dan gaan we weer. Lekker hoor. Daar hebben we 318 bike lines. Lekker dan! Ja, 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 ja! Zo doen we die dingen! Nou, het dreigde net even te gaan regenen. Maar gelukkig schijnt de zon weer volop. Dus we kunnen weer lekker gaan genieten. Anouk zit nog steeds achterop. En de vibe zit erin, boys. De vibe zit erin. Jawel! Er zijn heel veel mensen, de opkomst is nog groter dan de rideouts van vorig jaar. Deze rideout is ook 2 maal afgezegd. Zijn die flitspalen? Ik denk het niet eigenlijk. Kon Lusu. Ik denk dat de groep bij de volgende stoplicht op ons zal wachten.
Waar gaat Justy Justin weer? Is het een politieauto? Of is het gewoon iemand die lekker wil genieten van zijn uitzicht? Van hier linksaf. We geven hele enge loesoe. We geven hele enge loesoe. Lekker dan. Mooie landweggetjes hier. Lekker hoor. CBR 1 Chawa. Ah, lekker man, die zon is echt perfect. Maar we stonden dus op het punt van vertrek. En toen ging het ineens regenen zomaar. Een aantal druppels uit de lucht. En toen is besloten, bam, we gaan nu weg. Nu. En meteen na het starten van alle motoren stopte de regen gelukkig weer. Dus dat is heel fijn. Voor zover ik begrepen heb, gingen we binnendoor richting het zuiden. Nou, wat dat precies inhoudt, kan ik je ook niet vertellen waar we precies heen gaan. En hoe we er heen gaan. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat het heel leuk wordt en dat het hier naar uien ruikt op de een of andere manier. En nee, dat is niet mijn adem. Daar wordt geblokt voor ons. Top. Weg, kon lusu. Snelle waggie, snelle mutru. Hey, weg, kon lusu. Snelle waggie, snelle mutru. Ik weet bijna dat ik met Justin rijd. Justin zit achter deze Merry. Kijk, daar komt hij. Lekker hoor. Launchcontrol.nl. Lekker man. I woke up in a new Bugatti. Bam. Nee, daar ging het tempo er ineens heel snel uit. Lekker bijzig. De brug vrij houden. Er zit een S-rad links achter me. Hoe is dat? Hè? Tell me, hoe is dat? Hier staat iemand te filmen, denk ik. Even hier een beetje inhalen, zodat ik bij Justin kom. Daar rijdt hij drie motoren verder. Daar is die weer. Nou, deze staat te koop. Lijkt me wel wat. Had ik maar dat soort geld, jongens. Oeh, lekkere twist. Ah ja, man. Mooi, super mooi. Kijk waar we heen gaan. We pakken daar door de ton en dan gaan we die weg volgen. Super nice. Lekker dan, lekker dan. Ja, kan lusu. Snelle waggie, snelle mutro. Lekker. Justin is hem wel 120 aan het pompen nu. Lekker man. We doen nog steeds de 125cc challenge. Is het mogelijk de Max B Rideout te rijden
met een 125cc motor. Dan kiest iemand het fietspad. Ik zie in mijn achteruitkijkspiegels Justin alweer. Het is jammer dat het zicht hier niet zo goed is. Dus je kan niet heel ver vooruit kijken met dit soort heuveltjes in de weg. Oh. Thanks Just. Mijn knipper ligt nog aan. Zo! Ik weet niet of jullie het zagen gebeuren, maar er vloog keihard iets tegen mijn helm aan. Zo'n takje denk ik. Oké, even kijken hoe we deze gaan aanpakken. Ik ga in ieder geval aan de buitenkant rijden. Ik ben benieuwd hoe het beeld eruit ziet van achteren, of de camera überhaupt nog rechtop staat en of de kwaliteit een beetje te doen is vergeleken bij de GoPro Hero 7 Black die ik naar voren toegericht heb. Zijn dus al, even kijken, zijn we al 4 generaties verder tussen die twee GoPro's, van de 3 naar de 7. Zij is lekker aan het chillen. Lekker hoor. Lekker bezig! Lekker bezig! Oké, dan gaan we hier rechtsaf. Lekker! Chopper ride out. Lekker hoor jongens. Lekker dan. Dit wachten, dat doen ze even zodat de groep weer bij elkaar kan komen. Zodat degenen die te ver achterop zijn geraakt weer een beetje kunnen inhalen en naar voren kunnen komen. Ik wilde nog even een heel mooi beeld maken voor jullie. Vanaf voren over de hele groep heen, maar toen gingen we alweer rijden. Is dat nou 318? Ja hè? Bulldog! Bull! Het is mij niet gelukt om te rijden als 125er. Ik wilde toch even wat betekenen voor de groep. Er stond nog niemand en we gingen aan rijden. Hier is een auto die verstandig zijn beurt afwacht. Mooie omgeving hier langs het water. Een paar zeilbootjes. Mooie blauwe lucht. Alhoewel we richting een grijs wolkendek rijden. Het zal wel goed komen. Het zal niet heel hard gaan regenen vandaag. Ook lekker hoor, zo naked. Kleine spiegeltjes. Ik ben benieuwd of hij genoeg kan zien door die spiegels heen. Kan Lusu. Is
snelle wak, je snelle moedroet. Ik weet niet hoe dat achter zit. Of de beelden van achter mij nog steeds zichtbaar zijn. Zowel zet ik ze nu even in beeld. Als de camera nog rechtop staat ook tenminste. Kan Lusu. Nou, zo zie je maar hoe groot de groep is. Ik heb net behoorlijk wat ingehaald. En ik ben nog steeds niet voor aan de groep. En nu kom ik daar langzaam wel. Als men rijdt, mijn festo! Ja, na een onderbreking ben ik terug. De batterij was leeg. En ik heb net tijdens een even een stilstandje de kabel van mijn powerbank aangesloten op mijn camera. Even een paar minuutjes laten laden en nu zijn we weer aan het filmen. We zijn zojuist door Hilversum heen gereden. En we zijn nog steeds onderweg. We hebben hier weer even een stopmomentje. Zodat iedereen weer bij kan komen. En met bijkomen bedoel ik dat de groep wel bij elkaar kan komen. Mooie Kawa, ik denk ZX7R. Ik had vroeger de ZX9, is de ZX6R is dit. Lekker geluidje hoor. Ja, doe maar even lekker strekken die beentjes joh. Lekkere bampie hier zo. Estus! Even kijken, we hebben sinds het tankstation al 55 kilometer gereden. Lekker hoor, de Predator. Ja, daar komt nog een kleinere groep bikers. Romantisch hoor. Gaan we linksaf? Begrijp ik dat goed? Yes. We are doing that. Poffertjes. Zou wel een leuke tussenstop zijn. Nou, ik heb stevig ontbeten, dus ik kan nog wel even een tijdje vooruit. Het is nu ongeveer, wat zal het zijn? We zijn 1 uur, was het verzameltijdstip ongeveer half 2 rijden. Nou, we hebben 60 kilometer gereden. Laten we zeggen dat we iets meer dan een uurtje onderweg zijn nu. Ik heb nog niet zoiets van, ja, ik moet nu lunchen, anders ga ik dood. Straks gaan we eens even kijken waar Justin is. Volgens mij zie ik hem, ja, ik zie hem in mijn achteruitkijkspiegel. Oh, de brug staat open verderop. Dus dat wordt even chillen. Er zijn heel veel automobilisten die geen zin hebben om te wachten. We gaan allemaal terug. Yes guys, het is nog steeds de Max B Rideout daar in de verte. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar maakt Max B een foto. Niet normaal dit, niet normaal. Niet normaal. Zo. Die heeft toch flink wat burn-outs gemaakt. Moet je kijken naar het bandje dan. Helemaal glad al. Van mijn festo even pesten. Lekker hoor. Daar gaan we dan. Vergeet niet jongens, flitser. Oh, iemand trekt een dikke burn-out daar zo. We gaan hier het tankstation in. Zit ik nog goed? Ja, ik heb nog maar 70 kilometer gereden sinds de laatste tankbeurt. De laatste tankbeurt was bij
hoe heet het nou? Bij het verzamelpunt, de BP op de A4. Oké. Was steeds leuk? Oké, ik denk dat dit een mooi moment is om heel even de benen te strekken. Hoe lang duurt het eigenlijk nog? Weet ik niet. Heb je nog genoeg tank? Huh? Heb je nog genoeg in je tank? Ik heb iets minder dan de helft heb ik al. Oh, komt goed. Het is nog 80 kilometer. Ik weet niet. Guys! Ga van de kant! Yo! Maak even ruimte! Lekker man! Onze vrienden van de politie komen even polshoogte nemen. Dus wij gaan ook even polshoogte nemen. Wat zei je? Je eigen motor. Ja, ja. Yes. Moet je daar langs, mevrouw? Moet je daar langs? Ja. Kom maar, gaat regelen. Bro, ga van de kant. Die waggie. Boys, kunnen die bikes even aan de kant? Ja. Ja toch? Juist. Ja man. Alsjeblieft. Zij mag de rijbewijs houden. Ik kom foto's maken, alles. Ik weet niet wat hij denkt dat hij doet hoor, maar... Ik ben niet op de weg gestaan. Zeg je? Ik ben helemaal niet op de weg gestaan. Hoeveel zijn jullie? Met zoveel. Ja. Ja, het is gewoon een ride-out. Dus, Ik stond hier achter. Ja. Maat aan het sporten, dus dan hoor ik geluid. Oh, hier is niemand op, dus ik keek terug. Ik, nou nee, ik moet echt terug. Dus ik ben hier teruggereden, toen heb ik hem wel. Ik echt even. Ja, mooi om te zien. Ja, tuurlijk is mooi om te zien. Ja. Yes, guys. Je ziet het, dit is al wat leger. En dat heeft alles te maken met onze grote vrienden. Die daar aan de overkant met nog meer power aankomen rijden. We moeten allemaal vertrekken. De ride-out is bij deze afgeblazen. Iedereen moet naar huis. Zijn eigen richtroute vervolgen ook. Dus we gaan weg. Hey Max. Bro, thanks. Was dope. Ja man. Nou, het was wel leuk. Voor zolang het duurde. Ik ga nu de navigatie aanzetten. Naar Justin thuis. En dan gaan we daar nog even chillen. Yes. Nou, zo zie je het. De gezelligheid is afgebroken door onze dienders. Nou, ze waren wel allemaal heel vriendelijk. Ik ga ook niet doen alsof het de grootste klootzakken zijn. Ze waren gewoon heel chill, relaxed. Maar het verzoek is aan iedereen om zijn eigen route te vervolgen. Heel veel mensen hebben er al gehoor aan gegeven. Je ziet zo langzamerhand dat er steeds meer mensen wegdruppelen. Dit is wat er nog over is.
Er is één rijstrook afgezet zodat de mensen rustig weg kunnen gaan. Dus tot zover het feestje. Einde feestje. Kijk of we hier tussen... Nou, wat de... Echt een... Ik snap dat niet, hè. Dat gewoon die misgunst. Dat ging gewoon expres een stukje naar links, zodat ik er niet langs kon. Nou, ging ik er toch langs, gaat die toeteren naar me. Ja, kom op man, stel je niet aan. Gunt mij gewoon het voordeel niet van lekker op een zonnige dag door de rijstroken heen kunnen rijden. Maar waarom zou je daarop haten? Ik gun jou toch ook gewoon dat je lekker droog, lekker verwarmd of met airco, met lekkere muziek en al in je waggie zit. Ja toch? Maar ja, niet iedereen gunt elkaar het licht in de ogen. In Suriname zeggen we altijd, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Oeh, ik zie dat mijn telefoon niet goed in de houder zit, dus ik ga even stoppen zo meteen. Is je nog naar het toilet? Ja. Ga maar snel. Zou je even naar het toilet? Weet ik niet, kijk even. Mooi weer vandaag. Ja man. Ja. Yes, ik was lekker muziek van Jan Reinders aan het luisteren. En ik ga nu even voor een andere vibe, voor die DMX vibe. Up in Here heet het nummer toch? Up in Here. Y'all gonna make me lose my mind. Up in Here, up in Here. Y'all gonna make me go all out. Act a fool. Ja, weet je het? Dus kan de navigatie uitzetten? Daar naartoe, maar alleen maar door en dan kom je weg. Oké. Ja. Aight. Ja, oké, okay. Dan zet ik hem uit, ja? Just Be Justin is de navigator vanaf nu. Dus Justin, hoe was het? Een ride-out. Je eerste, allereerste ride-out. Lekker man. Vertel. Ja? Ja, zeker. Je zei net, het is wel gevaarlijk. Wat bedoel je daarmee? Gewoon zo voor je, opeens remmen ze voor je. Ja, ja, het is goed opletten inderdaad. Ja, maar hoe vond je het met de 125cc? Kon je goed meekomen of had je... Ja, vanaf stoplichten accelereren was wel moeilijker. Ja. Maar gewoon binnen doorwegen kon ik dat goed bijhouden. Oké. Dus, wij zeggen... Max B Rideout met de 125cc doen. Doen. Oké, let's go man. Dan gaan wij lekker verder. You lead the way. Nou, het was een hele leuke rit. Wat korter dan aanvankelijk de bedoeling. Maar ik denk dat ik voor iedereen spreek dat we hartstikke hebben genoten. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Er is niemand bekeurd, niemand beboet. We hebben hem alleen eerder moeten afbreken dan gepland. But yeah, we rolling again, we rolling. They see me rolling, they're hating.